Dat was ook voor Gerard Joling bedacht, maar die mag niet verder, hè, met dat programma. Nee, dat vind ik onbegrijpelijk namelijk. Hè? Want ze weten, als je Joling erop zet... Joling die heeft altijd geroepen, de buitenlanders worden de baas in Nederland... Ja. En we hebben dadelijk meer moskeeën dan kerken. Dan weet je al hoe hij in zo'n programma stapt. En hij is een jaar op pad geweest met filmopname. Hij is naar Suriname geweest en daar heeft hij allerlei dubieuze figuren geïnterviewd. En... nu is mevrouw Simons, die heeft er vragen over gesteld... en de woke-gemeenschap. En RTL, die trekt zijn keutel in en die gooit gewoon het geld weg. En die zeggen nu ook heel hypocriet van... ja, maar het team dat het programma maakte was niet divers genoeg. Er zat waarschijnlijk geen zwarte meneer en geen lesbische mevrouw bij... Want tot de gaten hebben wij het weer getroffen vanavond. Ja. Maar ben je ook voor gevraagd of niet? Ik weet niet of nou de woke community, of hoe je die mensen ook wil noemen... ermee te maken hebben gehad. Ik ben ook gevraagd. Hij wilde met mij 5 dagen naar Turkije. En ze hebben ook al echt afleveringen opgenomen, dat zeiden ze. Met Brunswijk. Steven Brunswijk. Oh, heel betrouwbaar. Ja, ja, die voetballer. Ja. Nee, die man die hier gezeten heeft. Jouw favoriete tafelgast. Oh, die? Ja. Oh, ja. Daarmee was hij in Suriname, inderdaad. En ik geloof met de rapper meneer Polska, Mr. Polska, naar Polen. Ken ik niet. Mij ook gevraagd. Maar ja, ik bedoel... Met jou naar Turkije wilde die. Ja, maar als je zegt Gerard Joling en de buitenlanders... Ja, Oké, mijn ouders zijn buitenlanders, maar ik voel mijzelf Deventenaar, Nederlander. En dan loop je met Gerard Joling door Turkije. Ik weet niet of je dat moet willen. Is ook een beetje gek. Dus ja, het is wel een beetje een gek programma. Jawel, maar ik vind als je Joling erop zet... dan moet je niet verbaasd zijn wat eruit komt. En Joling, als die Popiopi-teksten heeft... dan verkondigt hij eigenlijk het evangelie... wat de doorsnee Nederland ook, Nederlander ook vindt. Mm-hmm. En dat mag ook best gehoord worden. En die talkshowdames die er altijd zitten... die zitten die woke-gemeenschap altijd te vertegenwoordigen. Die zijn overal tegen en niets kan meer. Maar laat het andere geluid ook gewoon horen, weet je wel. Ze mogen voor mij... alles laten horen. Ja. En dan kun je erover discussiëren. Maar van tevoren verbieden, dat vind ik niet bij Nederland passen.